Joost Verhagen, welkom. Je bent directeur van Cobra. Klopt. En ook een boomofiel, heb ik gehoord. Dat zeggen ze, ja. Dus je hebt heel veel verstand van bomen. Mm-hmm. En jij bestudeert ze vanuit de ruimte, dat klopt, hè? Allebei. Dus ik heb verstand van bomen. Als ik dus bij een boom sta, dan kan ik dus heel veel vertellen over die boom. Dus hoe veilig is een boom? Of zit er een rotting of een holte in? Maar kijk ik naar de bomen vanuit de ruimte, kan ik er nog veel meer over vertellen. Ik noem er iets geks. Hoeveel bomen heeft Nederland? Geen idee. 100 miljoen. Ruim 100 miljoen. 100 miljoen? Ja. En hoe bekijk je die vanuit de ruimte dan? Nou, ik zal je proberen, dat ga ik je uitleggen aan de hand van dit plaatje. Dus vanuit de ruimte kan ik niet al die bomen individueel in kaart brengen. Dan begin ik met het gebruiken van luchtfoto's. Ik heb hier een stukje luchtfoto's zoals jij en ik die herkennen. Ik heb er heel weinig aan. Ik gebruik de infrarood bandbreedte om eigenlijk iets te vertellen over die bomen. Een gezonde boom, net als deze beuk, een gezonde boom, die reflecteert al dat infrarode licht. En dat herken ik op de foto. Een boom die zich minder happy voelt, die absorbeert dat rode licht. En dat komt dus anders op dit plaatje terug. Op het moment dat ik die boom op deze manier te pakken heb, kan ik de boomkronen intekenen automatisch. En als ik weet waar de boom staat, dan kan ik, dit zijn de pixels uit een ruimtebeeld, van een satellietbeeld, kan dus in zo'n pixel kijken, voelt die boom zich happy? Oké, en waarom is het eigenlijk belangrijk dat die bomen zich happy voelen? Waarom zijn bomen zo belangrijk voor ons? Nou, weet je, bomen zijn superbelangrijk voor ons. Jij bent blijer als je in een omgeving loopt met veel bomen. Je voelt je gelukkiger. Maar als je ziek bent, herstel je sneller. En wat ik helemaal gaaf vind, op het moment dat, dat kinderen in een boomrijke omgeving wonen en naar school gaan, worden ze slimmer. Dat is toch bizar, hè? En het gave is, iedereen weet dat, al die onderzoeken wijzen het uit, maar niemand weet hoe dan. Ja, precies. Hey, en als je nou kijkt naar Nederland, wat is nou een grote uitdaging bijvoorbeeld hier voor onze bomen? Ja, dat is toch wel A, de mens, want de mens die maakt een heleboel bomen gewoon kapot. Maar ook het veranderende klimaat, het wordt warmer en het wordt droger. En dat maakt dat bomen eigenlijk heel veel stress ondervinden. Zeker de inheemse boomsoorten, die vinden het niet zo fijn. En wat kan er dan gebeuren? Nou, bomen worden zwakker, hè, dus ze zijn steeds vatbaarder voor bijvoorbeeld boomziekten. En wat je ook ziet, als het warmer wordt, dat warmteminderende plaaginsecten of warmteminderende ziekten zich heel erg thuis gaan voelen in Nederland. En dus eigenlijk die bomen die razen nemen. Kun je een voorbeeldje noemen? Voorbeeld is platanenkanker. Klinkt heel eng, het is ook heel eng. Het zit in Frankrijk nu een ziekte in platanen, die maakt dat een plataan eigenlijk heel snel ziek wordt en afsterft. En die ziekte is ook heel erg besmettelijk. Dus op het moment dat een boom, een plataan, besmet wordt met platanenkanker, gaat hij dood. Maar hij is ook heel besmettelijk en zorgt dat andere bomen ook snel ziek worden. Nou, op het moment dat je weet, er staat hier een plataan, ik heb hem kunnen intekenen en kan hem volgen vanuit de ruimte, kunnen we op tijd de boombeheerder, de boomeigenaar, waarschuwen van, hé, deze boom is waarschijnlijk ziek, ga eens kijken. Nou, en op die manier help je dus vanuit de ruimte om het boombestand van Nederland een beetje in de gaten te houden. Bomen gezond houden vanuit de ruimte. Bomen gezond, precies. Joost, hartstikke bedankt. Dankjewel.